allemaal, mijn naam is Angelo Groenendaal en welkom bij het vak aardrijkskunde. Een vak over uitersten. De ene keer hebben we het over aardbevingen en dan weer over stadsopbouw. Dan hebben we het weer over vulkanisme en dan weer over cultuurverschillen. Alles lijkt wel aardrijkskunde te zijn en aardrijkskunde is ook alles. Maar helaas kan ik vandaag niet alles behandelen, we hebben maar een mini-lesje. Dus ik heb voor vandaag even een leuk en belangrijk thema gekozen. Dus laten we snel beginnen. Het thema van vandaag is kaarten. En net zoals een echte les ga ik ook echt beginnen met een lesopzet. En voor vandaag staan 3 vragen op het programma. Namelijk, wat is een kaart? Waarom gebruiken we kaarten? En hoe maak je een kaart? Dus pak je aantekeningen en schrift erbij, want we gaan ook echt eindigen vandaag met een opdracht. Let's go! Wat zijn kaarten? Nou, kaarten zijn in ieder geval een begrip waar we ooit wel allemaal van hebben gehoord. Maar misschien is het wat lastig te beschrijven. Dus denk zelf even goed na, hoe zou je zelf een kaart beschrijven? Toch nog wat lastig? Nou, kaarten zijn vereenvoudigde weergaven van het aardoppervlak. Ook wel een makkelijke tekening. Hier in de PowerPoint zie je een luchtfoto van Snake. Je ziet de winkels, wat auto's, wat bootjes, de straatjes. Als je heel goed kijkt zie je nog ook wel wat mensen lopen. En aan de rechterkant zie je een kaart. Een kaart afkomstig van Google. Ook weer van Snake. Maar als het goed is valt je hier nu wel wat op. Kijk eens even heel goed naar de kaart. Nou, is het je al opgevallen? Ja, waarschijnlijk wel. Want al die bootjes, die mensen, die winkels waar we het net over hadden, die zie je niet op de kaart. En dat is ook maar goed. Want als we alles op een kaart zouden zetten, dan zou een kaart onleesbaar worden. Dus een kaartenmaker, ook wel een cartograaf genoemd, moet wel informatie weglaten. En het weglaten van informatie op een kaart noemen we generaliseren. Waarom gebruiken we nou kaarten? Nou, 2 redenen zijn natuurlijk ook voor jullie wel een inkoppertje. A, we gebruiken kaarten om te zien waar we zijn. En B, we gebruiken kaarten ook om te kijken waar we naartoe kunnen gaan en hoe we daar dus kunnen komen. Maar er zijn eigenlijk veel meer dingen die we met kaarten kunnen doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook met behulp van kaarten zien hoe dingen zich verplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde natuurrampen, zoals een orkaan. Het is heel erg handig dat we een orkaan met behulp van kaarten kunnen bekijken en ze al ruim van tevoren kunnen zien aankomen, zodat we ons daar ook op kunnen voorbereiden. Maar met behulp van kaarten kunnen we ook weer zien hoe dingen zich kunnen veranderen. Denk bijvoorbeeld aan het weer. En tot slot kunnen we met behulp van kaarten ook weer verbanden leggen. Zo kunnen we in de ene kaart zien dat er platen met elkaar botsen. En in de andere kaart zien dat de gevolg daarvan is dat er weer gebergtes kunnen ontstaan. Kaarten zijn gewoon ontzettend handig. En dat is ook de hoofdtaak van een kaart. Dat kaarten helpen ons ook om de wereld om ons heen beter te begrijpen. En dat maakt kaarten zo ontzettend belangrijk en ook noodzakelijk voor het vak aardrijkskunde. Dat kaarten zo ontzettend belangrijk zijn, is eigenlijk oud nieuws. Want kaarten worden al heel erg lang gemaakt. De oudste kaart die we tot nu toe hebben gevonden is al meer dan 2000 jaar oud. En hij komt uit Irak. Men denkt dat de kaart ongeveer is gemaakt 600 voor Christus door de Babyloniërs. En hij heette Imago Mundi. En staat ook wel bekend als de Babylonische wereldkaart. Hoe maak je nu een kaart? Nou, zoals jullie kunnen zien, met een stuk steen, een bijtel en een hamer kan je al heel erg ver komen. Maar we maken al heel lang niet meer op deze manier een kaart. Tegenwoordig maken we eigenlijk gewoon gebruik van een computer. En ook met satellietfoto's kunnen we heel erg accuraat tegenwoordig kaarten maken. En in zo'n kaart zijn een aantal dingen wel heel erg belangrijk om toe te voegen. Zo is het belangrijk dat een kaart een naam heeft, ook wel een titel genoemd. Dat men in één oogopslag kan zien waar die kaart over gaat. Daarnaast is het ook belangrijk dat een kaart een windroos heeft. Zodat we ook kunnen kijken waar je op dat moment naartoe aan het kijken bent. Kijk je nu richting het noorden, het oosten, het westen of het zuiden? Dat is voor kaarten wel heel erg belangrijk om te zien waar je bijvoorbeeld naartoe moet gaan. Ook maken we met kaarten gebruik van een schaal. Dat is misschien wel een van de moeilijkere begrippen die ertussen zit. Maar het valt gelukkig wel mee. Want een schaal is eigenlijk een verhouding tussen de kaart en de werkelijkheid. Dus als je bijvoorbeeld een schaal hebt van 1 op 50.000... dan weet je dat 1 centimeter op de kaart 50.000 centimeter in het echt is. Nou, tot slot heeft een kaart uiteraard een legenda nodig. Een overzichtje van wat alle kleuren en symbolen in een kaart nou betekenen. Zodat je kan zien bijvoorbeeld dat de kleur blauw het water is en dat de kleur groen bijvoorbeeld het land is. Nou, dames en heren, genoeg gekletst, we gaan aan de slag. Namelijk met de opdracht van vandaag. Wat gaan we doen? Jullie gaan een kaart maken. Je mag een kaart digitaal maken, dus met behulp van je computer, maar je mag ook gewoon een kaart gaan tekenen. En wat moet erin? Nou, zoals ik net al had verteld, een kaart moet een titel hebben, een legenda, een windroos en een schaal. En eigenlijk is nog een 5e dingetje belangrijk,
Want je moet natuurlijk wel een gebied hebben om een kaart over te maken. En dat gebied mag een fantasiegebied zijn, dus je mag iets zelf verzinnen. Maar het mag ook een bestaand gebied zijn. Dus bijvoorbeeld je eigen omgeving, je eigen dorpje of je eigen stad. Dus dames en heren, maak er wat leuks van. Zodra je klaar bent met je opdracht, mag je mij de opdracht versturen via de mail. Je mag een foto maken, maar je mag ook gewoon je digitale bestand naar mij versturen. Mijn mail is a.groenendaal@rsg-sneek.nl. Mijn mail staat als het goed is nu ook in beeld. Ik ga alle opdrachten bekijken en ik ga een aantal in mijn klaslokaal hangen. En onder de vetste opdrachten ga ik een speciale verrassing verloten. Die verrassing wil ik nu al wel bekendmaken. Namelijk, je maakt kans op je eigen Occarta-atlas. Onwijs handig om te hebben, want bij ons bij aardrijkskunde maken we hier heel veel gebruik van. En dan is het natuurlijk fijn dat je je eigen Occarta-atlas gewoon thuis hebt liggen. Dus dames en heren, begin met tekenen, begin met typen. En ik kijk heel erg uit naar jullie kaarten.